Mijn naam is Sjoerd Lauwaars. Ik werk bij het Center for Innovation van de Universiteit Leiden. Waarom is het dan voor een start-up echt zo belangrijk om een keer te falen? Of om, nou, niet belangrijk om te falen, maar dat het kan gebeuren. Waarom is dat niet erg? Liever niet. Wat je ziet is, je hebt een grote amateurcompetitie nodig om een eredivisie te kunnen vormen. En ik denk daarin dat er dus heel veel start-ups moeten zijn waar het net niet goed gaat of net wel goed gaat. En dat er een paar zijn die het wel halen. Dus ik denk dat per definitie een heel groot deel van de start-ups het niet haalt. En dat je die start-ups die het niet haalt nodig hebt om de andere start-ups die het wel halen te hebben. Dus het heeft met elkaar te maken. En waarom is het dan zo belangrijk om die failure ook te verkondigen aan andere mensen? Beeldvorming. Ik denk dat wij onze studenten veel te veel leren dat er een soort succesverhaal is, dat er een perfecte carrière is, dat een politicus of een grote businessman nooit heeft gefaald. Maar je zou eens moeten gaan kijken naar alle Elon Musks van deze wereld. Die hebben allemaal fouten op hun konto. Projecten die gewoon helemaal misgingen. Want ja, als je dus geen fouten maakt, dan kom je uiteindelijk ook niet tot een succes. Dan probeer je geen nieuwe dingen. Volgens mij is falen een onderdeel van ontwikkelen en van groeien. Want als je niet faalt, dan probeer je geen nieuwe dingen. En ik denk dat we echt met z'n allen nieuwe dingen moeten blijven proberen als we uiteindelijk succesvol willen zijn.